De Bredaanse auteurs Esther van der Ham en Elsbeth de Jager schreven al een aantal kinderboeken over Syrische vluchtelingenkinderen. En eind oktober gingen ze hun doelgroep opzoeken in een aantal Libanese kampen, om de boeken persoonlijk te overhandigen. De eerste twee delen over Jamil en Jamila zijn inmiddels gebundeld in één boek en vertaald in het Arabisch. Esther heeft al aardig wat kinderboeken op haar naam staan en binnenkort verschijnt ook haar eerste roman voor volwassenen, getiteld Controle. Goedemorgen Esther. Goedemorgen. Nou, straks over jouw debuutroman, niet alles tegelijk. We gaan het eerst hebben over de boeken die jij persoonlijk overhandigd hebt aan vluchtelingenkinderen. Je bent al eerder naar de Balkan geweest om boeken uit te delen. Waarom nu weer eigenlijk? Nou, die reis naar de Balkan, dat was niet om boeken uit te delen, maar dat was om het derde deel over Jamila Jamila te schrijven. Want dat ging over de reis. En om ervaringen op te doen. Om die ervaring op te doen, ja. Want je leest er natuurlijk veel over, maar ik kon me er niets bij voorstellen. En toen het derde deel wilden we daarover schrijven, maar ja, ik had gewoon geen idee. Dus daarom ben ik zelf die reis gaan maken. Ik heb kampen bezocht daar ook, tot aan de Servische grens. Dus van Lesbos tot en met de Servische grens. En daarna hebben Elsbeth en ik het derde deel geschreven. Voor Nederland dus. Ja, en jij hebt ook nog de illustraties gemaakt. Ik heb daar ook de illustraties voor gemaakt, ja, voor alle drie de boeken. Ja. Ja, maar de boeken die je nu uitgedeeld hebt, dat is die bundeling van deel 1 en deel 2. Ja, deel 1 en 2 die gaan echt over de kampen zelf. Over het leven in de kampen en hoe de kinderen het leven in het kamp ervaren en wat voor hun belangrijk is en wat ze daar allemaal meemaken. Ja. En hoe kom je aan die informatie? Hoe weet jij wat die kinderen daar inderdaad allemaal meemaken? Voor gedeelte hebben we die ervaring zelf opgedaan, omdat wij ook naar Syrische grens zijn geweest in Turkije, waar we heel veel kinderen en begeleiders en ouders van kinderen hebben gesproken, Elsbeth de Jager en ik. En voor gedeelte hebben we het ook van Oscar, dat is de directeur van de vluchtelingenorganisatie, op wiens verzoek wij die boeken hebben geschreven. En hij heeft heel veel ervaring met de kampen, hij is ook in Syrische kampen geweest, hè, want de verhalen spelen zich af in een Syrisch vluchtelingenkamp. En hij heeft daar ook lange tijd gewerkt en gewoond, dus hij weet er echt heel erg veel van. Maar bedoel je met een Syrisch vluchtelingenkamp een kamp dat ook echt in Syrië ligt, of waar Syrische vluchtelingen verblijven? Nee, wij hebben het gebaseerd op het kamp Bab as-Salam en dat ligt echt in Syrië. Ja, maar daar zijn wij niet geweest hoor, maar daar heeft Oscar wel heel lang gewoond en gewerkt. Ja, ja. En dus nu ook in het Arabisch vertaald, want ja, anders hebben die kinderen natuurlijk niet zoveel aan. Nee, die zijn niet zo goed in Nederlands. Wel een beetje in Engels trouwens, dat is wel leuk om te ervaren. Dat ze toch wel wat onderwijs krijgen daar en ook wel Engelse les krijgen. Dus toen wij daar waren in Libanon, toen spraken kinderen ons ook wel in het Engels aan, sommigen. Dat is wel heel erg leuk. Maar die boeken die zijn al vertaald in heel veel verschillende talen, hè? Waarom is dat eigenlijk? Nou, wij denken dat het belangrijk is dat het verhaal bij zoveel mogelijk mensen bekend wordt. En niet alleen mensen in Nederland, maar ook in Europa. Dus vandaar dat we het ook in heel veel talen hebben kunnen vertalen. Ja, dus je bedoelt ook niet alleen vluchtelingenkinderen, maar dat ook andere kinderen kunnen lezen van, dit zijn ervaringen die kinderen doormaken. Ja, dat is zeker. Ja, ik vind zelf altijd dat het belangrijk is dat kinderen ook weten dat er kinderen zijn die onder heel andere omstandigheden leven dan. Hè, ja, mijn jongste zoon is hier bij ons, Renze. En die heeft het. Onze kinderen hier in Nederland hebben het heel erg goed. Hè, ze zien wel eens beelden over de kinderen in de vluchtelingenkampen. Maar om dat echt te kunnen ervaren en te weten wat zij meemaken, zijn die boeken die wij geschreven hebben wel heel goed voor hun om ook te lezen en te ervaren. Nou, een mooie gelegenheid om ook even wat te vragen aan Renze. Ja, dat durf jij wel. Ik wou weten, Renze, of jij de boeken ook gelezen hebt. Want jij valt ook een beetje. Ze zijn ook voor jou bestemd, hè? Moet je even in de microfoon praten. Heb je dus gelezen een boek over Jamil en Jamila? Ik dacht deel 1. Ja, en wat vond jij ervan? Of had je nog kritiek op je moeder? Dat je zegt van, het moet toch een beetje anders? Nee. Nee. En vond je het mooi om te lezen? Ja. Ja. Nou, ja. Renze die heeft nog over het derde deel, over de reis, heeft hij nog op school meegedaan aan een voorleeswedstrijd bijvoorbeeld. Om ook daarmee het verhaal aan de kinderen in zijn klas ook te kunnen laten horen. En die waren daar best van onder de indruk, toch Renze? Ja, het is toch wel een beetje spannend, denk ik, ja. om voor de radio te praten. Maar heb je sowieso, ja, je hebt je eigen kinderen, maar heb je sowieso proeflezers die toch voor jou een beetje kunnen beoordelen of dat boek
inderdaad geschikt is voor de doelgroep die jij in gedachten hebt? Ja, zeker. Ik ga de verhalen heel veel ook op scholen vertellen. En daar vertel ik ook over de reis. En ik lees stukken voor uit de boeken. En vaak doe ik dat ook van tevoren al. Hè? Want dat vinden de kinderen ook leuk. Want dan krijgen ze een preview op het boek. En ja, het grijpt ze wel aan. Ja, maar we hebben het eigenlijk nog nauwelijks gehad over jouw reis naar Libanon. Ja, hoe was dat om in die kampen rond te lopen? Ja, onvoorstelbaar heftig toch wel. Om dat te zien hoe die mensen daar wonen en leven. En niet alleen maar zo even voor een dagje. Maar voor hun is dat de dagelijkse gang van zaken. Hè? Die kampen die staan in een soort van woestijn. Het is er zanderig, het is er steenachtig. Het was er heel droog, want toen wij er waren was het 30 graden. Ja. De tenten zijn gemaakt van doek en hout. En nu was het heel warm toen wij er waren. Maar ook daar komt de winter eraan. Het gaat sneeuwen, het gaat straks vriezen. En ook dan wonen die mensen daar onder die omstandigheden. En dat vind ik wel heel heftig om dat voor te stellen, hoor. Want er is niks van verwarming of zo, kacheltjes? Nou ja, of, misschien hebben ze de kleine kacheltjes. Maar Libanon is een land wat heel veel vluchtelingen opvangt. Hè? En bijvoorbeeld de elektriciteitsvoorziening in dat land, die staat heel erg onder druk daardoor. Hè, ja. Toen Elsbeth en ik daar waren, toen merkten we ook dat elke keer de stroom uitviel. Hè, zelfs in Beirut, in het hotel waar wij zaten, dan hadden we meerdere keren per dag geen stroom. Dat is in die kampen ook zo. Dus ze maken wel vuurtjes, maar ja, dan moet je weer ergens hout vandaan halen. Dus ja, het is maar goed, dit zijn mensen die verblijven daar in de hoop dat ze gewoon ooit terug kunnen naar Syrië. Dus het is ook echt, je leven staat een beetje op stand-by eigenlijk, hè? Nou, dat is zo. En ik denk dat het onvoorspelbare van de situatie voor hun ook gewoon wel heel erg lastig is. Hè? Je weet niet wat er gaat gebeuren. Syrië is een land wat nog steeds in oorlog is. En wanneer ze ooit terug kunnen, geen idee. Nou ja, en tot die tijd nu, leven ze zo. Ja, er worden dan misschien wel weer delen bevrijd, zeg maar, van IS. Maar ook dan kun je ook bijvoorbeeld niet direct terug. Want er liggen natuurlijk ook heel veel mijnen, bommen. Zeker. En de situatie blijft gewoon onbestendig. Hè? Want wat nu veilig is, kan over een tijdje weer onveilig zijn. Zo gaat het ook wel steeds. Dus ja, het is voorlopig nog niet opgelost, helaas, daar. Ja. En als je de reis verder vergelijkt met de Balkan, waar die kampen dan vergelijkbaar? Of? Nou, de kampen in de Balkan die waren in feite nog beter georganiseerd dan de kampen hier in Syrië, omdat daar wel toiletvoorzieningen waren. In Libanon bedoel ik. Ja, ja. Ja. En nu waren de kampen heel erg verspreid tussen de woongebieden. Hè? Dus zeg maar kampen van 50 tot 200 tenten bij elkaar. En in een van die kampen was dan een school. Dus kinderen die gingen wel zoveel mogelijk vanuit de omgeving naar de kampen, naar de scholen in dat ene grote kamp. Maar ja, het was allemaal wel minder goed georganiseerd dan de kampen die ik op Lesbos heb gezien. Maar goed, Libanon is volgens mij een van de landen die ook zo'n beetje de meeste vluchtelingen opvangt. Hè? Absoluut, ook zeker als je het afzet tegen hun eigen bevolking, het aantal inwoners. Ja, ik geloof dat er 30% vluchteling is in Libanon. Misschien nog wel meer, denk misschien ik. Misschien nog wel meer, ja. Hoeveel delen gaan er nog komen van Jamil en Jamila? Waarschijnlijk gaan we het hierbij laten, maar we hebben wel een nieuwe stichting opgezet die RefKit heet. En met de stichting RefKit gaan we ook kijken met UNICEF of andere hulporganisaties om te kijken of we nog meer kunnen doen voor de kinderen daar. En dat worden dan andere dingen dan Jamila Jamila, maar we zijn zeker nog niet klaar. Ja, want dit, misschien ook nog goed om te zeggen, dit doen jullie allemaal belangeloos, hè? Ja, zeker. Ja. 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 We betalen alles zelf en we krijgen geen geld voor het schrijven. En wat ik ook belangrijk vind om te vertellen, ook de vertalers, die doen het allemaal belangeloos. Dus dat vind ik echt wel heel erg fantastisch. Ja, dus die boeken die gaan gewoon één op één naar die kinderen. En de boeken die verkocht worden, die in Nederland of waar dan ook, dat geld gaat ook naar... Het grootste gedeelte daarvan wel. Voor ieder boek wat in Nederland of in Europa verkocht wordt, stel ik als uitgever een boek beschikbaar voor de kinderen in de vluchtelingenkampen. En dat is ook de reden dat wij naar Libanon zijn gegaan om die boeken te brengen. Dus die de afgelopen tijd bij elkaar gespaard zijn, zeg maar. Ja. Nou, hartstikke mooi natuurlijk, maar je moet als uitgever natuurlijk ook nog wel... Je moet ergens van leven natuurlijk. Dat klopt. Dus je hebt ook nog andere boeken in jouw fonds, hè? En een van de boeken die binnenkort gaat verschijnen is ook weer een boek van jouw hand. Maar dan jouw eerste boek eigenlijk voor volwassenen. Dat klopt. Vertel eens wat dat voor boek is en waarom je nu ineens overschakelt op de volwassenen. Nou, ik heb natuurlijk inmiddels al een stuk of 14 kinderboeken geschreven. En ik geef niet alleen mijn eigen boeken uit, maar ik geef ook boeken uit van andere auteurs.
En waaronder een aantal autobiografische romans. En ik wilde zelf ook een keer ervaren hoe het is om een roman te schrijven. He, want je hebt er best een visie op en je weet er best een en ander van. Maar om dan gewoon ook eens technisch in te duiken. He, van wat is nou het verschil tussen een kinderboek en een roman. En ik heb een jaar of 7 geleden een heftige operatie ondergaan. En dat wilde ik altijd al een keer verwerken in een boek. He, toen dacht ik al van ik wil erover schrijven. Maar toen schreef ik helemaal nog niet. En nu was de tijd daar rijp voor. Dus ik ben een aantal cursussen gaan volgen. Ik heb een schrijfcursus gedaan. En ja, daar is deze roman uitgevolgd. Ja, dus je hebt het grondig aangepakt. Ja, ik hou niet van halfwerk. Nee. Want, maar ja, aan de andere kant denk ik, je zegt schrijfcoaches. Je hebt toch wel schrijfervaring. Maar het is heel anders om voor volwassenen te schrijven. Ja, het is al een hele andere manier hoe je de emoties gaat beschrijven voor volwassenen en voor kinderen. Hè? Want het is een heftig verhaal. En je moet ook zorgen dat de volwassenen mee kunnen gaan in de emoties die de hoofdpersoon beleeft. En dat verandert. Daar heb je wel een andere schrijfwijze voor nodig. En ik vond het wel leuk om daar eens in te duiken. Nou, lijkt mij toch misschien toch wat een valkuil zou kunnen zijn. Je bent uitgever en je geeft ook je eigen boek uit. Je moet natuurlijk ook wel kritisch zijn van, is dit boek ook inderdaad, wat past in mijn fonds? En wat als iemand anders het geschreven zou hebben, had ik het dan ook uitgegeven? Hoe garandeer je dat dan? Nou, ik denk, dat is zeker waar wat je zegt. Maar ik denk dat de lat voor mezelf nog hoger ligt dan ik hem leg voor anderen. Dus ik heb ook heel veel proeflezers het boek laten lezen voordat ik het überhaupt uitgegeven had. En inderdaad wat jij zegt, hè, zo word je ook bekeken. Dus als ik zou ook maar het minste twijfel zou hebben dat het boek niet goed zou zijn, zou ik het niet uitgegeven hebben. Ja, want jouw boeken die zijn online te verkrijgen, maar van jouw uitgeverij, maar ook liggen ze ook in de boekhandels of niet? Ze kunnen besteld worden bij de boekhandels en boekhandels die kunnen ze uiteraard ook in de winkel leggen. En ze zijn bij alle online boekwinkels te verkrijgen, deze week. Maar laten we nog even ingaan op, we hebben de titel volgens mij nog niet eens genoemd, Controle heet het, hè? Klopt, ja. Waar gaat het in het kort over? De vrouw Marjolein, de hoofdpersoon in het boek, die wil heel graag de controle over haar leven hebben. Ze wil alles voor haar kinderen zo goed mogelijk doen. Maar op een gegeven moment krijgt ze allerlei ziekenhuiscontroles omdat zij mogelijk borstkanker heeft. En uiteindelijk mondt dat erin uit in een heftige operatie. Maar er gebeurt heel veel meer waardoor zij de controle over haar leven verliest. Haar man krijgt een ongeval waardoor hij overlijdt en dat soort dingen. En ja, langzaamaan glipt de controle weg. En hoe zij dat dan toch weer terug probeert te krijgen, dat is zeg maar de hoofdlijn van het boek. Ja, maar je noemt het een autobiografische roman. Maar eigenlijk zeg je, wat er vooral aan autobiografische elementen in zit, is een grote operatie die je zelf hebt ondergaan. Ja, ik noem het een roman met 1 autobiografische verhaallijn. En ja. Dat is die verhaallijn van die operatie, waarbij ze preventief haar borsten gaat laten verwijderen en nieuwe laat reconstrueren. Ja, nou wat best een heftige stap is. En hoe ze daartoe komt. Ja. Dat wordt beschreven. Nou ja, ik kan me inderdaad voorstellen dat het heftig is. Maar ik denk, voeg dat wat toe voor de lezer om dat te weten. Dat autobiografische element daarin zit. Ja, dat weet ik niet. Ik denk wel door de emoties en dat mensen daardoor ook beter kunnen begrijpen wat iemand meemaakt. Waarom ik dit boek heel graag wilde schrijven is omdat er heel veel mensen hiermee te maken hebben. Hè. Heel veel mensen krijgen borstkanker en die lopen tegen de dingen aan. Of ze maken het mee in hun omgeving. En ik denk dat in het boek wel heel goed beschreven staat waar je tegenaan kan lopen als dit jou overkomt. Wat iedereen in feite kan overkomen. Ja, dus het kan mensen ook helpen in die zin. Denk het wel, ja. 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 Wanneer praktisch gezien komt het nou echt uit? Dinsdag komen de boeken van de drukker. En dan zijn ze vanaf einde van de week via alle online kanalen te bestellen. En ik heb 28 november een boekpresentatie in de Lutherse Kerk in Breda. 'S avonds om 19:30 tot 9 uur. Dus daar kunnen mensen ook zelf, daar ga je iets vertellen over het boek, misschien iets voorlezen. Klopt. En ook nog iets over de Libanonreis. Dus als mensen daar iets meer over willen weten, dan kunnen ze dan ook naar de Lutherse Kerk komen. Ja. Dus als uitgever en als schrijver heb je eigenlijk je handen al vol, zou ik denken. Maar daarnaast werk je ook nog bij Avans.
Ja, dat af en toe, denk ik dan. Ja, ik werk 2 dagen s'nachts. Nee hoor, het valt heel erg mee. Gewoon overdag ook. Ja, ik werk bij een onderzoekscentrum op het gebied van duurzaamheid. Daar ben ik verantwoordelijk voor projectmanagement en kwaliteitbeheersing. En de koppeling tussen onderzoek en onderwijs. Dus dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. Ja, maar die duurzaamheid, dat zie ik volgens mij niet terug in jouw fonds. Nou, ik denk, toch dat wel. Is toch ook een heel mooi thema. Ja, maar ook, kijk, duurzaamheid gaat meer over milieu. Hè? Het is ook zorgen voor elkaar en zorgen voor de wereld. En dat is wat ik in feite ook doe met Jamila Jamila. En eigenlijk ook met alle boeken die ik uitgeef bij mijn uitgeverij. Omdat het allemaal wel boeken zijn waar de mensen iets aan hebben en waarmee ze verder kunnen komen. Dus ja, ook daar zit wel verband weer tussen. Ja, nou goed, mensen die meer willen weten over jouw eigen boek en over de kinderboeken, Jamil en Jamila, die kunnen denk ik het beste gewoon even op jouw website kijken. Ja, dat is de website van Droomvallei Uitgeverij, www.prachtboeken.nl. Oké, goed. Esther van Ham, dankjewel.